Welkom bij Haven TV. Elke week varen hier vanuit de Gentse haven verschillende roll-on, roll-off schepen van de rederij DFDS Seaways. Deze schepen varen volgeladen met splinternieuwe Volvo's, kranen, trailers, kortom alles op wieltjes naar de haven van Göteborg in Zweden. Ik kon een plaatje op het schip versieren, maar eerst moet er nog een beetje gewerkt worden. Hoeveel schepen vertrekken hier per week? Per week hebben wij 5 afvaarten. 4 ervan gaan rechtstreeks naar Göteborg en 1 gaat via Noorwegen. Het is een ro-ro-schip, dus dat betekent dat 99% van ons lading rollend materiaal is. 200, 220 trailers, 250 auto's en nog een 25, 30 containers. Waarom moet alles rollend zijn? Wel, voor de meeste fabrieken, zeker voor Volvo, die mensen hebben geen magazijnen, dus de trailers zijn de warehouse on wheels. Onze bestemming, namelijk de haven van Göteborg, ligt in Zweden, de belangrijkste handelspartner van de Gentse haven. We verlaten het Mercator-dok en varen langs het kanaal Gent-Terneuzen naar de brug van Zelzate en de sluis van Terneuzen. De vracht op het schip weegt 6 à 7000 ton. Na de sluis van Terneuzen gaat het via de Westerschelde naar de Open Zee. Dag 2 op de Tor Begonia. Ik heb prima geslapen op de deinende zee en we varen ondertussen ter hoogte van Denemarken. Voor de bemanning is dit een doordeweekse werkdag. Good morning, Captain. Yes, good morning. Nice to see you. Are we on schedule? Yes, we will be at the Vinga Island at 22:07 this evening, and then Okay. That means that we will be alongside at 20 under as scheduled. Yes. We are now on this automatic steering, and this is our intended heading, but now we have turned this one. Yeah. Turn for that one, the meeting over there. Do you like to be a captain of DFDS? Yes, I really like. The major benefit is that we are on a schedule. That means that you know exactly when you're working and when you're going back home again. Na 32 uur reizen naderen we de haven van Göteborg, de grootste haven van Scandinavië. DFDS is a Danish company with the headquarters in Copenhagen, and we have short sea routes all over Northern Europe. Our main area is the Baltic Sea, the North Sea, and the Channel. Today we have three ships serving the Ghent service today, and we have 5 departures per week. So Ghent is pretty important for you. Well, Ghent is very important for us. Een deel van de aangekomen cargo reist verder naar onder andere Scandinavië, de Baltische Staten en Rusland. Maar voor ons eindigt deze trip in Göteborg in Zweden. In de voorlaatste week van augustus brengen we een uitgebreider verslag van deze trip en brengen we ook een bezoekje aan Volvo in Zweden. My name is Tobias. I'm an engine cadet on Tor Begonia. It's a nice job. You work for a certain period of time, and then you're home on leave for almost as long. I take care of the engine and everything concerning the engine and all the systems aboard the ship. It's an interesting job because sometimes you have to come up with really quick solutions to fix stuff that's not working. So it's
You always have to invent something, and that's a lot of fun. In harbor, we go ashore. You get the chance to see cities and stuff. Like Ustakya, beautiful place. Yeah, I hope I can do this for the rest of my life, because otherwise I'm on the wrong path.